Voorzitter, al het tuig moet van de straat. En de Marokkaanse straatterroristen het land uit. Wie onze gastvrijheid misbruikt om de beest uit te hangen, is geen Nederlands paspoort waardig. En als het gaat om minderjarige Marokkanen, mogen wat ons betreft hun ouders ook mee het land uit. Mevrouw Boeschaar. Ja. Zit hier achter de balie met een hoofddoek? Dat kan niet. Het hoofddoek moet eraf. Ik draag die hoofddoek vanwege mijn geloofsovertuiging. Geloofsovertuiging? Ja. Maar wij als bedrijf kunnen daar niet zoveel mee. Mevrouw Boeschaar, denkt u alsjeblieft aan de bezoekers en aan de klanten? Shell weten we dat iedereen zo zijn eigen redenen heeft om met de auto te reizen. En dat een ritje minder maken makkelijker gezegd is dan gedaan. Daarom introduceren we Shell Fuel Save. Dat is euro 95, maar nu zo efficiënt dat u tot wel 1 liter per tank kunt besparen. En dat voor hetzelfde geld. Dus als u de ritjes wilt blijven maken die voor u belangrijk zijn, tank voortaan Shell Fuel Save euro 95. Shell, haal het meest uit elke druppel. Ja, eigenlijk een beetje gewoon, maar aan de andere kant aan het eind nog even toch terugblikken op wat we met elkaar bereikt hebben en over de sfeer. Ja, dus dat ging in opperbeste sfeer. Ja, jullie zijn tevreden over jezelf, toch? Ja, er komt nu een kabinet wat anders gaat doen, maar we kijken hoe die het doet. Nee, u heeft achteruit gekeken, zei u. Hoe hebben we het gedaan? Dus dat glas werd geheven. Ik ben wel trots op wat we gerealiseerd hebben.